Leuk dus weer kijken naar een nieuw videoblog. Ik ben vandaag in Canada, in een klein stadje buiten Toronto. En ik wou het vandaag met jullie hebben over, denk zelf goed na voordat je gaat investeren. Ik zie me altijd vaak dat mensen heel enthousiast zijn over dividend investeren. En dan eigenlijk een beetje vergeten om ook zelf hun verstand te gebruiken. En dat bedoel ik niet denigrerend, of dat bedoel ik ook niet onaardig. Maar ik bedoel eigenlijk meer dat je ziet dat mensen soms door het investeren, dividend investeren, enthousiast zijn geraakt. En dan daardoor ook niet meer zo goed nadenken over de toekomst. En met de toekomst bedoel ik eigenlijk meer hoe de wereld eruit gaat zien over 10 jaar. Ze zijn heel erg gericht op bedrijven die gevestigd zijn. En dat is goed. Dat is ook wat ik aanbeveel. Zeker. Maar het is zeker geen slecht idee om ook altijd je eigen gezonde verstand te gebruiken. Bijvoorbeeld, laatst een groot onderwerp. Kraft Heinz maakte een enorme duikel. Omdat het bedrijf had slechte resultaten laten zien. En ja, ik weet niet, maar ik zag dat al een beetje aankomen. Wie zich een beetje interesseert in de wereld om zich heen, die ziet dat soort dingen aankomen. En om deze reden, dat wie om zich heen kijkt en ziet wat het onderwerp voeding tegenwoordig voor een populariteit heeft, die begrijpt dat voeding heel belangrijk is voor mensen en dat gezonde voeding een heel groot thema is. En die begrijpt ook dat dat zich doorvertaalt in bedrijfsresultaten van bedrijven die voeding produceren. En Kraft Heinz is zo'n bedrijf. Wie om zich heen kijkt en wie de wereld een beetje snapt, die snapt dat de wereld verandert en dat mensen steeds vaker biologische producten willen en steeds meer letten op verborgen suikers, zouten, geur- en smaakstoffen. Eigenlijk alle chemische toevoegingen in eten. Mensen kopen niet meer graag dingen uit blikken en pakken. Dat neemt nou eenmaal af. Dat zie je om je heen. Je ziet overal dat zelfs de meeste mensen waarvan je echt niet eens verwacht dat ze daarmee bezig zouden zijn. Misschien een beetje wat simpele, eenvoudige mensen. Dat zelfs die daar ook mee bezig zijn. Ja, als je dat dan een beetje door hebt, als je gewoon je ogen en oren open hebt in deze wereld, dan snap je ook dat dat zich uiteindelijk gaat vertalen in het investeringsleven. In de wereld van het geld, van de bedrijven. Dat zijn zomaar van die dingen waarvan ik denk, ja, ik zie dat soort dingen zie ik gewoon vaak wel aankomen. En zoals ik zeg, iemand kwam ook laatst aan met Tupperware. He, dat was dan een bedrijf die maakte ook een enorme duikeling. En die zei van, ja, ik ga average in doen. Dus ik ga aandelen kopen voor een gunstige prijs van Tupperware. En dan zei ik ook tegen, ja, denk nou even goed na. Dat zijn gewoon, sommige bedrijfsmodellen zijn gewoon op sterven na dood. Dan kan zijn aandeel wel omlaag gaan. Maar je moet om je heen kijken van, is dat nog wel een modern bedrijfsconcept, zo'n Tupperware? En nou ja, mijn mening is van niet. Ik hoor daar nooit meer wat over. Ik vind dat echt een beetje voor, echt een beetje jaren 90 hoorde je dat nog wel eens, toen ik jong was. Dat zie je gewoon niet meer om je heen. Je ziet gewoon geen Tupperware parts meer. Het is gewoon een beetje, die producten zijn ook al helemaal niet zo, ook niet zo spannend. Daar kun je ook allemaal eens, uit China wordt dat allemaal nagemaakt en geïmporteerd. Helemaal niet meer zo van belang, dat soort dingen. En ja, van die overgeprijsde plastic bakjes, ik denk dat niemand daar nou echt, dat daar geen bedrijfsmodel in zit waarvan ik denk, ja, daar zit nog een heleboel winst en groei in. En zo moet je eigenlijk gaan leren kijken naar de wereld. Van, kijk nou goed naar bedrijven, wat maken ze en kijk goed om je heen, waar zijn mensen mee bezig? Hou goed bij waarmee mensen bezig zijn en vertaal dat naar de keuze die maakt in dividend investeren. Het zijn gewoon heel vaak dingen, net als bijvoorbeeld Apple. Met Apple zou ik ook voorzichtig zijn. Want ik denk, ja, het zijn mooie telefoons, mooi bedrijf, ze hebben ook veel geld. Maar als je ziet hoe de grote concurrentie is uit, bijvoorbeeld uit China, met al die Android-telefoons. Ik heb zelf ook al jarenlang Chinese telefoons. En ja, ik zal vast niet de enige zijn. En ja, dan zou ik toch altijd een beetje gaan oppassen. Je moet gewoon ook gaan denken van, wat gebeurt er om me heen en hoe gaat de toekomst eruit zien? Net als met zo'n
Kraft Heinz. Dan denk ik, ja, als zo'n bedrijf nou in één keer volop in het biologische vlees zou gaan zitten, volop biologische vis, ja, dan zou ik wel overwegen om daar te investeren. Omdat dat is waar ik naar op zoek ben. Ik zoek bedrijven die dat bijvoorbeeld ook nog bij mij thuis afleveren. Ja, dat zou fantastisch zijn als Kraft Heinz ineens biologisch vlees ging verbouwen. In bosrijke omgevingen, runderen ging houden die dus grasgevoerd zijn en hartstikke topkwaliteit vlees. Ja, dan zou ik meteen het aandeel kopen. Maar niet voor sausen en ketchup uit blikken en potten. Dat is gewoon iets waar ik vermoed dat dat gewoon langzaam verdwijnt. Omdat een grote deel van de mensen zich bewust wordt van voeding. En zo moet je kijken naar de wereld om je heen. En je investeringskeuzes moet je ook daar baseren. Je moet gewoon kijken van, ja, waar gaat de vraag in de toekomst naar uit? En zeg maar wat, zo'n bedrijf als McDonald's, eventjes heel voor de hand liggend. Maar ja, die zijn wel in die wat gezondere voeding ingesprongen. En ze proberen in ieder geval er iets aan te doen om wat met producten te komen die wat gezonder zijn. Nou ja, dat werkt. Want je ziet ook dat bedrijf maakt gewoon winst, gaat gewoon goed door. En ja, op zo'n manier is het heel belangrijk om te kijken naar investeren. Van wat gaat de toekomst, waar gaat de vraag naar uit in de toekomst? En het kan best zijn dat ook bijvoorbeeld bepaalde diensten die er nu zijn in de toekomst gewoon veel minder belangrijk worden. Je ziet bijvoorbeeld dat mensen, ik hou erg van utility stocks, bijvoorbeeld bedrijven die elektriciteit leveren. Maar het kan best dat die in de toekomst ook het gewoon moeilijker gaan krijgen. Omdat mensen zelf voor hun elektriciteit gaan zorgen door middel van zonnepanelen. Dat kan allemaal best. En daarom moet je altijd gewoon goed opletten om je heen. En goed kijken wat de markt beweegt. Investeren in dividendaandelen is gewoon ook zelf opletten. Je moet scherp zijn. Je moet kijken waar zit de vraag in naar de markt. Niet alleen maar uitgaan van, oh god, het bedrijf dat bestaat al heel lang, keert heel veel dividend uit. Nee, kijk ook goed om je heen. Gebruik goed je verstand. Gewoon soms je boerenverstand. Daar kom je gewoon heel ver mee. En als je dan ziet dat inderdaad die markt van ingepakte blikken en soepen verandert naar meer biologische markt, dan ga je kijken welk bedrijf zorgt daarvoor. Welk bedrijf geeft, als het ware, die mogelijkheid voor gezond biologisch vlees. Die veel gezonder is, veel meer vitamines bevat, alle mineralen bevat. En, want dat is de vraag die mensen hebben. Je ziet dat mensen er bewust van worden. En ja, op zo'n manier had je zo'n enorme verandering al kunnen aanzien komen. En ja, dat zijn talrijke voorbeelden nog die ik daarvan kan geven. Van bedrijven waarvan ik denk, ja, goh, ik snap wel dat die het nou moeilijk hebben. En zo'n bedrijven waarvan ik denk, nou ja, die zouden misschien nu hebben ze het moeilijk. Zoals bijvoorbeeld postbedrijven, die het dan waarschijnlijk in de toekomst weer makkelijker gaan krijgen. Omdat er nog meer thuisbezorgd gaat worden. En houd het goed in de gaten. Kijk altijd gewoon goed om je heen wat er gebeurt. En laat je niet te veel afleiden door gevestigde namen. Het kan heel goed zijn dat gevestigde namen het heel moeilijk gaan krijgen in de toekomst. En ja, dat er andere bedrijven inspringen op markten die ineens openbreken. Let eens goed op wat mensen om je heen zeggen, waar ze mee bezig zijn, wat de tendens is. En op zo'n manier kun je een goede dividendinvesteerder zijn. Dan snap je wat er om je heen speelt en dan snap je dat die bedrijven daar heel vaak op inspelen. En de bedrijven die er goed op inspelen, die winnen meestal. En daar valt meestal het geld ook in te verdienen. Dat was het voor vandaag. Vanuit Canada zeg ik bedankt voor het kijken. Wil je er meer weten over dividend investeren? Volg ons dan ook op Facebook. Onze groep heet Dividend Investeerders. En daar bespreken we nog veel verder het dividend investeren. En ook wat we met ons portfolio doen. En allerlei andere leuke nieuwtjes en weetjes. Bedankt voor het kijken. En graag tot de volgende keer. Something was missing. I never felt it.